We hebben natuurlijk allemaal gezien hoe hij zich heeft geafficheerd als weldoener, terwijl dat niet zo was. Hè. Dat weet iedereen zo langzamerhand in Nederland. Maar ook in het onderzoek voor dit boek zijn we toch op veel zaken gestuit waarvan je denkt, nou, dat is niet hoe het in elkaar staat. Dat is niet eerlijk. We staan hier om de hoek bij de redactie van Follow the Money. Daar werken twee journalisten die een boek hebben geschreven over de zaak Siewert van Liende. U weet wel, die man die om niet mondkapjes kocht, maar daar stiekem miljoenen aan verdiende. Stefan, waarom is de affaire Siewert iets wat zo in het collectieve geheugen is blijven hangen? Ja, hij is natuurlijk een symbool van het winst maken in de coronacrisis. Hij heeft 9 miljoen euro verdiend aan een periode waarin we allemaal thuis zaten, waarin mensen doodgingen aan dat virus, waarin hij dus pretendeerde Nederland te helpen. Maar uiteindelijk bleek dat hij daar zelf vooral heel rijk van werd. En zijn twee compagnons, Bernd Damme en Camille van Gestel ook. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel mensen geraakt. Wij vielen van de ene verbazing in de andere. Ik bedoel, op een gegeven moment denk je, ik weet hoe het zit. En dan komt er weer iets naar boven waaruit blijkt dat het toch weer anders is en toch weer ja, slinkser in elkaar zit dan je meende te weten. Ja, het heeft er gewoon echt alle schijn van dat deze mondkapjes niet gekocht zijn omdat er schaarste was aan beschermingsmiddelen aan mondkapjes. Maar omdat het ging om het politiek imago van Hugo de Jonge. Die had wel wat kritiek gehad op dat er te weinig mondkapjes waren in Nederland. En die vond het heel vervelend dat Siewert dan weer twitterde, Siewert van Liende weer twitterde, dat de overheid niet zijn best deed. En dus dat wilden ze voorkomen. Ze wilden hem wat dat betreft uit het veld nemen als criticaster. En daarom is die deal doorgezet. Terwijl zijn eigen inkooporganisatie zei, doe het niet, doe het niet. Er was ook opeens een aanhouding. Opeens viel de Field binnen. Heeft dat jullie verrast? Dat was een totale verrassing, ja. Dat er een strafrechtelijk onderzoek zou starten was op zichzelf, lag wel in de lijn der verwachtingen. Er was een aangifte gedaan door Randstad. Had allemaal medewerkers geleverd en die zeiden te zijn misleid. Dus dat het OM en de FIOD dat zouden gaan onderzoeken was wel bekend. Maar dat ze ook daadwerkelijk gearresteerd zouden worden, heeft mij enorm verrast, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk wel gesproken met strafrechtdeskundigen. En die vertellen mij dat die zaak rond die oplichting, mogelijke oplichting van Randstad, dat een kansrijke zaak is, omdat die medewerkers van Randstad geen idee hadden, en dat blijkt ook uit onze research voor het boek, geen idee hadden dat ze ook aan het meewerken waren aan allerlei commerciële activiteiten. Zij dachten, wij werken gewoon voor een stichting, alles gaat tegen kostprijs, allemaal om niet, om het woord weer eens te gebruiken. Maar de werkelijkheid was dus anders en dat werd voor hun verborgen gehouden. Het zijn jongens, ja, ik noem ze ook wel eens luchtkastelenbouwers. En ik denk dat zij ook wel daar tot op zekere hoogte daar ook wel zelf in geloven. Van die andere twee kun je nog zeggen, die zijn hier gewoon rijk aan geworden, die hebben geen publiek profiel. Ja, die blijven op hun geld zitten en hopen dat het overwaait. Siewert van Liende was natuurlijk een up-and-coming politiek talent. Een toekomstig premier werd hij wel eens genoemd, eigenlijk vanaf zijn 17e al. Ja, die heeft die toekomst natuurlijk min of meer vergooid. Dus het heeft me eigenlijk wel verbaasd dat toen dit uitkwam, dat hij toen alsnog niet de keuze heeft gemaakt van ja, ik ga dat toch terugbetalen. Want dat is eigenlijk wat heel Nederland van hem vraagt op dit moment. Hoe kan het dat we voor de beeldvorming 100 miljoen geven aan, ja, aan stel amateurs uiteindelijk? Hè? Ja, dat is een fascinerend verhaal. En een verhaal die ook wat vertelt over de coronapandemie en de manier hoe ons kabinet regeert, dit land regeert in tijden van crisis.